en welkom bij mijn YouTube kanaal 7. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, zeker een duimpje omhoog. Laat een commentaar achter beneden in de reacties. Alles is aan mijn linkjes en ingeschreven staan in mijn in de beschrijving. Ik ben nu deze video aan het opnemen omdat ik niet kan slapen, dus ik dacht ja, dan ga ik een video opnemen. Het is een Q&A waar ik over de relatie met Bart. Hè. De eerste vraag was, hoe komt dat het uit is? Ten eerste, ik had geen gevoelens meer. Ik ben ook niet op iemand anders. Waarom? Ja, waarom? Ja, omdat ik er nog niet klaar voor ben. Ik heb geen gevoelens en ik wil ook niet direct een nieuw lief. Zo ben ik niet. Dus ja, als je geen gevoelens meer hebt, dan moet je niet bij dat lief blijven, vind ik. Ben je een gever of een nemer? Ik ben een gever. Hebben jullie al eens seks gehad? Ik en Bart niet, nee. Waarom? Omdat ik dat ook niet wou. Hij is hier ook nooit geweest, dus op zich kon het ook niet. Ben je hart gebroken? Hij heeft inderdaad niet, hij heeft mijn hart niet gebroken, ik zijn hart niet. Dus wij zijn gewoon... We hebben samen beslist om met elkaar te gaan. Dus dat is in orde. Denk je er nog over als je... Ik denk er nog veel over als je het doet. Ben je dan triestig? Als ik nog denk over onze relatie, ben ik dan triestig? Nee, eigenlijk niet. Ik heb die keuze gemaakt omdat ik geen gevoelens meer had. Dus dan moet je daar ook niet triestig om zijn. Ik heb wel eens moeilijke momenten. Dan denk ik, ah ja, leuke momenten zijn nu weg. Maar die leuke momenten komen wel terug. Mis je die persoon? Mis ik Bart? Eigenlijk nee. Nee. Want we hebben ook elkaar nog nooit gezien, echt. Dus ja, we kunnen elkaar missen, maar dat is dan wel digitaal. Want eigenlijk hebben we elkaar nooit in het echt gezien. Wat is er gebeurd? Niks speciaal. Ik en Bart hebben beslist om met elkaar te gaan. Hij gaat me nu ook ontvolgen. Dat maakt voor mij niet echt uit. Heb je al een oog op iemand? Nee, momenteel niet, nee. Nee. En ik ga ook voorlopig geen relatie nemen. Was er veel ruzie? Nee, tussen mij. Ja, ik en Bart, we hebben eigenlijk heel vaak ruzie gehad. Maar dat kwam eigenlijk altijd terug goed. Dus op zich is er nooit iets erg geweest. Boeit niemand. Ja, voor u boeit dat misschien niet, maar als mensen erachter vragen waarom met mijn relatie gestopt is, dan geef ik er graag antwoord op. Wie is jouw ex? Bart is mijn ex, Michael is mijn ex en Marcelino is mijn ex. Waarom is het uit? Geen gevoelens meer. En als er geen gevoelens zijn, dan kun je beter de relatie stopzetten. Heb je al iemand anders op het oog? Nee, niet echt. Zou je nog ooit samen gaan, Bart, in de toekomst? Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven, maar ik denk het niet. Ben je nog goed bevriend met Bart? Op zich, ik en Bart, wij zijn nog bevriend, maar wij gaan gewoon even elkaar ontvolgen. Om tot rust te komen. Dat we niet elkaar op sociale media tegenkomen even. Dus ja, dat komt in orde. Was Bart even verdrietig of jij... Bart is sneller verdrietig dan ik. Hè. Ik weet wat dat, ik heb er zelf voor gekozen om de relatie stop te zetten. Dus ik was er niet verdrietig om. Hoe lang was ik samen met Bart? Een half jaar denk ik. Hè? Nee, een jaar en een half denk ik eerder. Ja, na een jaar en een half, want ik ben sinds 2021 samen met Bart. Ja, hebben jullie voorspel gehad? Nee, we hebben geen voorspel gehad. Hebben jullie gemeld? Nee, en zoiets vraag je ook niet ten eerste. Oké. Wie is Bart? Bart is eigenlijk een super lieve gast. Oei. Bart is een pedofiel, ja. Ik krijg wel berichtjes aan dat Bart een pedofiel is, maar... Goh,
Ik denk dat niet. Bart is zo niet. En die gaat dat ook nooit doen. En als hij dat doet, dan is dat gewoon onder bedwang van iemand van jullie. Dat waren de vragen een beetje. Hoe is het, waarom is het uit? Hoe is het uitgegaan? Eigenlijk, ik heb Bart opgebeld, maar meestal stuur ik dat via sms, maar dat is niet eigenlijk de goede oplossing. Dus ik heb hem gebeld, ik heb hem dat uitgelegd, waarom dat ik het wil uitmaken en die reden. En dan heb ik gezegd, Bart, we kunnen nog wel vrienden zijn. En dan heeft hij besloten om alleen mij te ontvolgen. Dus ja. Beseft Bart dat hij aan het vreemd gaan was? Ik denk dat Bart nooit vreemd gegaan is, maar oké. Okay. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk vond je de video een beetje leuk. Laat het dan zeker weten in de comments en tot de volgende keer. Dag!